Die andere twee, ja, die zagen er prima uit. Sterke volken, zit over twee bakken. Het zijn volken die ik eigenlijk in het najaar gemaakt heb. Dus die, ja, die verbaast me eigenlijk over dat ze zo sterk zijn. Dit is een volkje op één bak. Ik kijk voornamelijk naar de voedselsituatie. Hier ligt ook een pak voer op. Die gebruiken ze op dit moment niet. Ik zie wel bijen. Ja. Zit er nog mooi voor in de kast. Ik vind hem niet zwaar. Dus in dit geval ga ik het pakvoer omdraaien. Ik zie ook dat hier weinig voer zit achterin. Voorin zit nog wel voer. Dus dat is überhaupt gek. Weer onder vandaan kunnen. Hier zit ook weinig voer. In het midden zit nog wel een beetje voer. Dus dan draai ik de plank om waar de bijen zitten. Oh, wel de goede kant naar beneden. Daar zit de propolislaag op. Dan sluit je tenminste weer een beetje goed af. Hoop ik. Dat is altijd vervelend. En dan hang ik het pakvoer erboven. Even voelen of het nog zacht is. Ja hoor. Helemaal zacht nog. Zo. Dan zit het pakvoer in ieder geval op de plek waar de bijen zitten. Als ze het dan nodig hebben, dan kunnen ze er goed bij. Want stel nou dat het koud was en het broed zit hier. Hè, ik ga ervan uit dat ze eigenlijk al broed hebben. Het broed zit hier en ze trekken zich terug in een koude dag. En er zit geen voer meer, dan verhongeren ze. Dan komen ze niet meer bij dat voer wat hier achterin zit. Sluit deze nog even niet af. Gaan we even naar de volgende kast. De laatste alweer. Dat is die.
Zo. Nou, ik heb pakkenvoer meegenomen, maar tot nu toe hier nog niet nodig. Terwijl ik op een andere locatie geweest ben, hadden ze allemaal een pakvoer nodig. Nou, hier ligt ook nog een pakvoer op. Ik zie ook dat het hier een beetje vochtig is, dus dat is goed. Dus die vocht uit de kast, die houdt eigenlijk dit voer ook lekker zacht. Het voer voelt ook zeker niet hard aan. Even kijken wat met de bijtjes is. Oh, ik zie hier geen bijen. Wel veel nattigheid. Nou, veel nattigheid betekent vaak wel dat er bijen zijn. Ja, ik zie er een paar bijtjes voorin zitten. Daar zit ook nog gesloten voer. En dan is dus de vraag, zitten ze diep? Ja, ze zitten diep. Ik laat ze jullie iets kort even zien. Daar zit het ros. Kijk eens, een mooie bak met bijen. Ja, ze zitten mooi over twee ramen heen. Uithalen, ja. Zit er hier nog één? Ja, okay. Dan gaat hij er weer op. Zo. Nou, dat is niet al te zwaar. Die hebben een pak voer. Dat laat ik ze houden. Maar deze leg ik aan de andere kant. Zo. Ja. Leg wat pakvoer aan de voorkant. Waar de bijtjes zitten. Even kijken. Ja, dat gaat helemaal goed. Zo kunnen ze er goed bij. Een mooie bak bijen dit. Al die volken zijn al verkocht. Het zijn eigenlijk bijenvolken die ik aanmaak als reservevolken voor imkers die vliezen hebben. En deze volken gaan naar een imker, een bestuivingsimker, die ook weer veel vliezen had. En nou ja, ik heb ook met hem besproken waar dat mogelijk vandaan komt. En nou ja, dat beeld is wel helder. Dus... Nou, binnenkort gaan we daar eens wat langer over doorpraten om te kijken hoe hij dat dan volgend jaar kan voorkomen. Want nu moet hij 25 volken bij me kopen. En dat is natuurlijk zonder geld. En zonder voor de bijtjes. Dus, nou ja, als we elkaar zo verder kunnen helpen, dan graag. Dus het is niet mijn core business om bijenvolken te verkopen. Het is eigenlijk meer dat ik van bijen die ik over heb, dan volken maak op spaarkasten. Zodat ik imkers daarbij kan helpen. En dan heb ik ze allemaal alweer gehad, ja. Dus misschien leuk om even één groot volk open te maken. Even het spanband eraf. En dan is dus het idee dat ik deze haak, en dan weet ik niet of je dat kunt zien nu. Ja, zo proberen we het. Hier dus een haak heb en dat ik daarmee die klep er eenvoudig uit kan trekken. Nu kan ik onderin die bak kijken. En dat laat ik jullie ook even zien. Die heeft dus het hele jaar dicht gezeten. Nou, leg mij maar uit dan wat hier aan vocht in zit. Dit ding is kurkdroog. Er zitten een paar dode bijtjes. Dat kunnen we even weghalen. Daar zie je de vliegopening. En je ziet dat ding is gewoon, ja, door mijn handen maak ik het nu nat, zie je dat? Maar dat ding is kurkdroog. Oh, wel goed op, hè? Ik moet ook nog even wennen. Ik heb die klep eigenlijk nooit gebruikt in het verleden. Omdat je, als die haak er niet aan zit, krijg je hem er heel moeilijk uit. Dan moet je hier zo met twee vingers moet je hem gaan lopen trekken. Waardoor die haak is die eigenlijk veel functioneler geworden. Maar nogmaals, wat is nou de theorie? De theorie is dat doordat die lucht door die hele kast heen niet enorm afkoelt, verdwijnt die waterdamp weer via de vliegopening naar buiten. Er ontstaat eigenlijk een
een luchtstroom vanuit de kas naar buiten en van buiten in de kas. En die circulatie die zorgt ervoor dat een heel groot deel van het water afgevoerd wordt. Net als eigenlijk in de holle boom. Want daar blijven ook al die liters water niet zitten. En dat wordt ook echt niet door de boom opgenomen zoals sommige mensen denken. Zo'n boom gaat geen liters water opnemen. Dat is echt minimaal. Maar de meeste damp die wordt eigenlijk gewoon, de meeste vocht wordt eigenlijk via de luchtcirculatie afgevoerd. Nou, kijken we nog even in de kast. Laten we heel even meekijken. Zo zit dit volk eruit. Het zit prachtig. Het is heel rustig weer, dus ik durf zelfs wel eventjes te kijken. Oh ja, ik zie dat ik hier een nieuwe koningin in heb gedaan. Van een nieuwe lijn. Dus even kijken of dat allemaal goed is gegaan. Voor zover we dat natuurlijk kunnen zien. Ze zit hier niet meer in. Nou, dan even één raampje bekijken. Ziet dat er prachtig uit. Buitenste raam. Daar zie ik nog geen broed. Moet ik nu even met één hand doen. Dit is het tweede raam. Vol met bijen en daar zie ik zelfs al gesloten broed en open broed, volop larfjes. Nou. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar in ieder geval op het tweede raam zit al volop larfjes, dus de koningin is goed aangenomen. Ook hier gesloten broed en open broed. En het derde raam, je ziet deze heb ik. Nee, daar zie ik geen broed. Dus we hebben nu één raam met broed, ongeveer 50% bezet. Dat is het middelste raam van de drie ramen die ik tussen twee kantramen heb hangen. Dus dit is mijn kantraam. Goed bezet met bijen. En achter het kantraam zit de voerkamer, noemen we dat. En daar zit nog zwaar voer in. Ik hoef me hier helemaal geen zorgen te maken. Deze ga ik snel weer afsluiten. Dus ik schuif alles naar één kant. Hoppakee. En ik verander er niks aan. Dus we hebben hier 1, 2, 3 ramen. Met een beetje voer. Maar hier zit nog veel voer en dat halen de bijen op naar de broedkamer. En de kast is echt kurkdroog van binnen. Ook de kantramen zijn helemaal kurkdroog. Er zit helemaal niks, geen vocht in. Terwijl ze toch al vol in het broed zitten. Nou, mooi om te zien. Ik sluit hem weer snel af. Om de bijen niet onnodig te pesten. Dit is onze stinsen- en bollentuin. Hier komen in het voorjaar veel vroegbloeiers naar boven. En nou, met deze mooie zonnige dag zie je dat er al veel van die vroegbloeiertjes naar voren zijn gekomen. Kijk even of ik dat een beetje kan inzoomen. Als ik er dan even inloop. Dan zie je hier bijvoorbeeld al de eerste knolletjes omhoog komen. Als je dan zo over het groen heen kijkt, over het lava zand heen kijkt, dan zie je overal knolletjes omhoog komen. En zo begint het voorjaar. Nu wordt het wel weer koud. Voorzichtig weer uitstappen zonder op de knolletjes te gaan staan. Het wordt wel weer koud. Dus het is niet gezegd dat het al voorjaar is. Maar je ziet dat die planten reageren direct op dat zonlicht. Eigenlijk nog meer dan op de temperatuur.